In de eerste 3 maanden hebben we 200 miljoen opgehaald. En in de eerste 15 maanden hebben we 538 miljoen opgehaald. Dus je begint vanuit schaal, vanuit een multi-billion, multinational plant-based food company. En als je daar vandaan denkt en dan zeg je, oké, wat moet ik nu vandaag doen? En dan ga je op een hele andere manier denken. De echte competitiveness hier is de meat industry. You need to cut out the middleman. This time is the chicken. Hij zou de CEO worden van Unilever, maar het liep anders. Nu bouwt hij aan zijn eigen Unilever, maar dan met enkel plantaardige producten. Een verhaal over een carrière aan de wereldtop en werken aan je idealen. Welkom bij CVD-TV. Mijn gast in deze aflevering is Kees Kruithof. Kees, van harte welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, ik heb om te beginnen heb ik even 3 korte vragen. Een beetje dilemmaatjes, om warmte is altijd leuk. Om even warm te lopen. Je idealen centraal stellen in je carrière, in de lente van je carrière of in de herfst van je carrière? Eigenlijk over je hele carrière heen. En de keuzes daarin zijn altijd values gedreven. En ik geloof dat ik vanaf het begin en nu in een ander hoofdstuk, maar toch altijd weer values centraal heb gesteld in alles waar mijn keuzes zijn geweest. Ook in Unilever-tijd al? Absoluut. Ja? Zometeen daar meer over. Commercie of idealisme? Gecombineerd, purpose-y. idealisme. Ja. En de laatste, dat wordt ook lastig volgens mij, hoop ik eigenlijk. Nooit meer mogen werken of elke dag vlees eten? Oh, dat is inderdaad heel moeilijk. Nooit meer mogen werken. Oeh, dus dan neem je het wel heel serieus, het plantaardige verhaal. Absoluut. Het is er een nieuwe manier van leven geworden. En ik heb dat al vaker gezegd. Ik had enorme blind spots in mijn leven. Ja. Maar als je dan opeens ziet wat je tot nu toe niet hebt gezien, dan moet je actie ondernemen. En dat is zeker wat we aan het doen zijn. En als je gaat kijken naar de huidige dierlijke voedingsmiddelensysteem, is dat echt iets wat we heel snel moeten omdraaien. En er is zo'n goed alternatief. En dat is het plantaardig voedingsmiddelensysteem. Dus jij zegt echt dat dieren. Ik had hier laatst een jonge dame, ik geloof 25 jaar was ze, nam de varkenshouderij van haar vader over en die hield een passievol betoog. Ja. Hè, dat het allemaal niet zo erg was en dat varkens ook heel circulair waren. Dat alles van het varken werd gebruikt en ze werden gevoed door allemaal goed voedsel. En die had een heel passievol van. Zeg jij dan echt van, no way, die hele industrie moet weg? Of hoe zie je dat dan? Nou, weet je, het is altijd belangrijk om nuances in het systeem te houden. En als je gaat kijken is dat toen ik werd geboren waren er 3,5 miljard mensen in de wereld. En nu zijn er 7,7 miljard mensen in de wereld. En als je gaat nadenken over wat er qua totale groei in dit systeem is geweest. Mm-hmm. Dat is gewoon totaal uit zijn voegen gegaan. Nou, en op het moment dat je het in balans zou kunnen hebben. Natuurlijk is er altijd een discussie over het pijn doen en het doden van dieren. Waarom zou het zo zijn is dat we dieren moeten laten leven om ze vervolgens te doden om op te eten. Mm-hmm. Dat is een tweede discussie. Maar als we eerst gaan praten over het systeem. Dat systeem is onhoudbaar, omdat er te veel mensen te veel eten. En dan 91% van de Amazon-ontbossing is gerelateerd hieraan. En dat heeft allemaal bijeffecten die gewoon gigantisch zijn. En natuurlijk op het moment dat je het op een hele kleine schaal, op een sustainable manier doet, is dat mogelijk. Ja. Maar die schaal is zo ongelooflijk klein ten opzichte van de vraag die er op dit moment in de markt is. 1,5 triljoen is een van de allergrootste markten in de wereld. En dat is wat de vleesindustrie op dit moment is. Jij opereert al jaren aan de top. Hè? Je bent altijd een soort iemand geweest die altijd zo'n beetje de jongste op de hoogste functie was en zo. Lijkt het een glansrijke carrière. Als persoon moet je dan volgens mij heel sterk zijn. En je speelt echt in het bedrijfsleven Champions League. Zo kun je het gewoon zeggen. Hè? Hoe heb jij dat aangepakt? Want je bent als jonge knaap al naar binnen gerold bij Unilever. Hoe heb je die persoonlijke ontwikkeling? Ben je daar altijd mee bezig geweest? Hoe doe jij dat? Ja, een aantal dingen is. Als eerste is het zo is dat ik ben opgegroeid in een sportgezin. En dus daarmee hoe je bezig bent met talent en ontwikkeling en hoe je traint en hoe je performt, was eigenlijk altijd al een onderdeel van mijn leven geweest. En dat is een rode draad door mijn leven.
Het tweede is, toen ik begon met mijn werkende leven, heb ik enorm veel geluk gehad. Vaak zeg je, je moet opgroeien onder groten. En de eerste bazen die ik heb gehad, die waren echt enorm inspirerend. Mm-hmm. En ook terugkijkend, waren die ook heel verschillend. En ik kon dus heel bewust leren van zeg maar, de eerste baas en daarna van de tweede baas. En daarmee was ik al vanaf jongs af aan bezig om te kijken, om te leren, om te integreren wat ik dacht wat daarin het juiste was. En niet te doen waarvan ik dacht dat dat niet goed was. Dus ik denk het opgroeien onder grootte, moet je ook een beetje geluk mee hebben. Mm-hmm. Maar het is ook wel, zo is dat in de keuzes die je hebt, is dat dat een hele belangrijke keuze is. En het derde is, ik ben eigenlijk relatief vroeg, heb ik geluk gehad dat ik inderdaad hele goede coaches heb gehad. Eén daarvan is een meneer die heet Bill George. En die was heel lang CEO van Medtronic. Niet de jongste, hè? Nu niet meer, exact. Maar toen ik met hem begon, al bijna 15, 20 jaar geleden. En hij was met True North een van de eerste die echt bezig was over hoe bedrijven ook daadwerkelijk een positieve impact op de samenleving konden hebben. En het kiezen van en een beetje geluk hebben van zowel de bazen als je coaches, als hier op een bewuste manier mee omgaan, is zeker iets wat helpt. Het pad was eigenlijk, niet geplaveid, maar het pad was wel duidelijk. Hè? CEO worden, gewoon topman, Polman opvolgen en topman Unilever. Heb je dan ook een vloek als dat niet doorgaat of zo op een gegeven moment? Of hoe verwerk je dat dan? Ja, ik was eigenlijk van jongs af aan, zei ik vind dit zo'n mooi bedrijf. Jij zei het op je 23 of zoiets toch al? Ja, zoiets. Ja, exact. Ja. En ik liep daar naar binnen en ik zei, weet je, dat zou ik nou leuk vinden. En helemaal niet dat dat moest gebeuren, maar ik dacht, ja, weet je, dat als je... Lijkt me in ieder geval ambitie, ik vond dat leuk. Het is een heel mooi bedrijf. Het is heerlijk. Ik heb er 27 jaar gewerkt. Lord Leverholm is een van de founders. En dat was eigenlijk een social entrepreneur. Dat was de eerste die pensioenen creëerde in Engeland. Die housing creëerde voor zijn werknemers. Toen mensen in de Eerste Wereldoorlog naar het front moesten, heeft hij gewoon doorbetaald. En al. Dus dit was echt daadwerkelijk een social entrepreneur. Mm-hmm. Die zei, is dat to make hygiene commonplace. Mm-hmm. En dus dat was ongelooflijk mooi, is dat hij het bedrijf zag om een positieve bijdrage te leveren. En dus die hele cultuur en die hele gedachte, die zit nog steeds in dat Unilever bedrijf. En dus dat was iets wat enorm goed bij me aansluit. En dus dat was een grote ambitie. Ik dacht, dit vond ik leuk om te doen. Toen dat op een gegeven moment niet doorging, ik kreeg een telefoontje op 28 november 2018 van de chairman. Dat was Marijn Dekkers, die zei, bad news, je wordt niet de opvolger van Paul. Toen zeker. Ik was in Londen, ik was aan het eten met Sabine, met vrouw. En we hadden al een beetje dat voorgevoel. En toen kwam ik terug van dat telefoontje en ik zei, inderdaad, het gaat het niet worden. En dus dat was echt een reset. Toen heb ik tegen haar gezegd, we gaan hier precies over een jaar gaan we hier weer zitten. En dan gaan we bepalen wat ik verder ga doen. Want weet je, dit was, het was wel duidelijk dat ik daarmee iets anders wilde gaan doen. Had nog geen plan B? ik had toen nog helemaal geen plan B. Maar ik had wel dus dat ik zei, ik wil nu ook echt even ruimte creëren. Dus een jaar de tijd om te kijken wat ik nu echt ga dat doen. Dat heb je vrij luxe ingevuld, hè? Heerlijk. Prachtig, maar ook wel vrij luxe. Hè? Want je bent met al je kids bij op vakantie geweest. Eén voor één. Eén voor één. Ja, ik ben eerst ik heb eerst 6 maanden nog bij Unilever gewerkt. Dus mijn afbouwen. Zo ben je dan ook weer. Om het op een goede manier. Je zegt van jongens, zoek het maar uit. Nee, absoluut niet. Nee, Alan Job is een waanzinnige, de huidige CEO. Is een waanzinnige goede CEO. Mm. En ik had 8 jaar lang met hem in de raad van bestuur van Unilever gezeten. Dus dat was ook absoluut een goede manier om dit over te dragen. Ik heb dat overgedragen aan Peter Terkulve als mijn opvolger. Die toevallig een van mijn allerbeste maatjes is. Dus dat was ook heel bijzonder om dat op die manier aan hem over te kunnen dragen. Mm.
En dus dat heb ik gedaan tot 1 juli. En toen heb ik 6 maanden de tijd genomen om na te denken, wat ga ik nu echt doen? 6 maanden de tijd. Eerst met al mijn 1 voor 1 5 dochters gaan reizen. Dat was absoluut prachtig. Mm. En dat, weet je, dat was echt een cadeautje om dat zo te mogen doen. En dan nu even met 7 mijlslaarzen naar vandaag. Live kindly, want we zouden het bijna vergeten om het daar nog over te hebben. Maar dat was eigenlijk ook een beetje de insteek. Vertel eens. Ja, toen ik... De pitch? Ja, de pitch is toen ik dus alle mogelijkheid had om na te denken, wat wil ik dan nu echt? Ik was net 50 geworden. 50 aan de ene kant, 50 aan de andere kant. 25 jaar gewerkt, nog 25 jaar te gaan. Okay. Wat ga je dan doen? En eigenlijk had ik 3 cirkels in mijn hoofd. Het eerste is, waar is mijn absolute grote passie? En mijn passie is om als bedrijf een positieve purpose at the core van bedrijf een positieve bijdrage te leveren. Het tweede is, hoe kan je dat doen met iets waar je dus je eigen expertise en ervaring en netwerk echt mee kan brengen? En dus dat was 27 jaar gewerkt in alle continenten van de wereld. Dus dat was de tweede cirkel. En dan de derde cirkel is ik daadwerkelijk een unieke bijdrage aan de voedingsmiddelensysteem kon. Want uiteindelijk is dat, als je zegt bedrijven, als je zegt ervaring en dan voedingsmiddelen, dat is eigenlijk waar dit allemaal bij komt. Want uiteindelijk zijn er 3 systemen die erom moeten. Dat is de transport, mobiliteitindustrie. Dat is natuurlijk de energietransformatie en het is de voedingsmiddelentransformatie. En dus ik realiseerde me op dat moment is dat mijn allergrootste bijdrage kon zijn om van een dierlijk naar een plantaardig voedingsmiddelensysteem te gaan. Nou, toen had ik geluk, want Roger Leenhardt, die kwam naar mij toe. En dat is een serial entrepreneur uit Zwitserland. En die had heel veel bedrijven gestart en verkocht. Die was toen hij 45 was, ging hij naar Californië toe. Die had eigenlijk eenzelfde moment van bezinning en wat ga ik nu doen. En die kwam er eigenlijk ook achter hoe die voedingsmiddelenindustrie getransformeerd moet worden. En hij is toen begonnen als een investeerder. Hij heeft de Blue Horizon opgezet en hij heeft toen 51 investeringen gedaan, allemaal gericht op de alternatieve proteïne, dus eigenlijk om de dieren uit het voedingsmiddelensysteem te halen. Nou, toen had hij dat een aantal jaren gedaan. En kwam er eigenlijk achter, is dat hij het nu zelf wilde doen, maar wel vanuit alle leerpunten die hij gehad had. En dat met name vanuit een veel grotere schaal op moest beginnen. Als je gaat nadenken over de totale transformatie van 1,5 miljard, is het zo is dat een van de grootste gevaren van de plant-based food industrie, zoals we dat noemen, is dat er heel veel bedrijfjes zijn die allemaal heel veel goede dingen doen, maar zijn allemaal versnipperd en te klein. En daarom zijn wij begonnen vanuit de andere kant en hebben gezegd, oké, hoe kunnen we van start-up, scale-up, global multi-billion business, als je daarvan uit denkt en then you fold the future back in. En dus je begint vanuit schaal, vanuit een multi-billion, multinational plant-based food company. En als je daar vandaan denkt en dan zeg je, oké, wat moet ik nu vandaag doen? En dan ga je op een hele andere manier denken. Mm-hmm. Nou, het eerste is dat we toen eigenlijk heel veel kapitaal, dat is een van de gedachten, is dat je inderdaad heel veel geld nodig hebt. Dat is ons toen gelukt in 15... Ja, 200 miljoen opgehaald even bij Family and Friends. Hè? Nou zeg ik het heel plat. Ja, ja, maar ook ja. Dat is weer indrukwekkend. Ik denk van, ja jongens, hé. Hey, ja, dat was ongelooflijk. Dus in de eerste 3 maanden hebben we 200 miljoen opgehaald. Ja. Roger had zijn eigen geld, heeft hij er 20 miljoen in gestoken. En dan bij zijn family and friends. Dus dat was 70. En toen zei ik, dan doe ik hetzelfde. En toen ben ik inderdaad ook bij family and friends. Maar, je netwerk. Een betere term is in het totale netwerk. En dat netwerk kwam inderdaad geld vanuit Zuid-Afrika, Brazilië, Amerika, Nederland. En zo kwam dat bij elkaar. Toen hadden we 140. Toen is de Rabobank erbij gekomen. Dat kwam eigenlijk ook uit mijn netwerk. En zo hadden we 200 miljoen in de eerste 3 maanden. En in de eerste 15 maanden hebben we 538 miljoen opgehaald. Een van de gedachten daarvan is dat je dus mensen moet hebben die er zowel begrijpen wat het is om als entrepreneur en als een klein bedrijf te zijn, als
de mogelijkheid moet hebben om over schaal te kunnen denken. Ja. Ook de infrastructuur. Als je gaat nadenken over wat er echt nodig is in deze plant-based industrie, is dat er de capacity en capability van de industrie moet gebouwd worden. Nou, dus dat was het tweede. En het derde is dat je moet nadenken over hoe je je IT, hoe je je systemen inricht. Dus vanaf het begin af aan hebben we nu SAP geïmplementeerd. En toch wel, ja, zo'n klassiek systeem. Zo'n klassiek systeem. Dat is heel mooi. Wij werken samen heel nauw met SAP. En SAP, de CEO van SAP, die is eigenlijk heel nauw betrokken. Dat is een uniek iets. Want hij wil laten zien is dat dat systeem eigenlijk zowel een fase van start-up, scale-up als een global business kan zijn. Ja, en als je dat dus vanaf het begin af aan vanuit schaal denkt, zowel op je mensen als je infrastructuur als of je digitale infrastructuur, dan denk je, kan je daarmee, kan je heel veel sneller schalen. Nou, dat was één van de gedachten, dat als je inderdaad je financiering op een grote schaal hebt, dan gaat nadenken over hoe je deze elementen. En daarna kwam er een andere hele grote gedachte. En dat is eigenlijk de third way. En heel veel van deze ondernemers die al een klein bedrijfje hadden gestart, of dat nou Like Meat is of Oomph of Fry's Family, die waren begonnen met sommigen al 10, 20 jaar geleden met een plantaardig voedingsmiddelen bedrijfje te starten. En die waren eigenlijk op een schaal gekomen dat ze dit niet meer konden managen, of dat ze de competitiveness niet meer aankonden. En zij hebben dan dus de keuze ofwel door te gaan zelf, ofwel het te verkopen aan iemand als Nestlé of Unilever of JBS of deze wereld. Ja. Maar wij wilden dus een third way creëren. Waarmee zij zeiden, wij zijn nog steeds onderdeel van de movement en onderdeel van het geheel. We zijn helemaal aligned op de visie. Wat dit is, hoe we dat noemen, is een pure play, plant-based pure play. Ja. En dus nog aligned op de vision, op hetzelfde moment nog steeds onderdeel van de movement, maar nu wel er op een manier is dat je op een grotere manier een hogere impact kan maken. Ja, zonder dat je het verhaal van Jaap Korteweg ook hier op de zoek geweest, hè, die zei van ik kan impact maken doordat ik nu onderdeel, want hij heeft vegetarische slager aan Unilever verkocht. Hè, en dan kan ik van binnenuit Unilever veranderen. Ja. Terwijl deze spelers hoeven dat dus niet, want die kunnen eigenlijk 6 keer zo hard door. Ja, want exact. Jullie hele DNA. Hoe ziet jullie strategie eruit? Ik kan me ook zo voorstellen, zeg, weet je wat, dan doe ook maar een outletketen erbij. Unilever doet dat dan niet, maar er zijn nog geen supermarkten die volledig live kindly collective based zijn, zeg maar. Is daar de grens dat je zegt van de afzetmarkt blijft iets waar wij vanaf blijven? Ja, absoluut. Ja, strategie is natuurlijk ook om keuzes te maken. Uiteindelijk is het zo, als je gaat nadenken, wat is nou de core capability? Als je dit op een hele grote schaal wil doen, moet je ook je core capability hebben. En dus dat zijn merken, technologie, in alternative protein voor vlees. Dus dat is de kern van de propositie. En dan is het zo is dat wij uniek hebben gezegd is dat we ook een onderdeel willen zijn naar de upstream. En dus we hebben en zijn onderdeel van een agri all the way to farmers. En die boeren die zijn dan in met yellow peas. En daarmee creëer je de capaciteit om daadwerkelijk ook de toevoer vanaf de bron goed te gaan. Ja. Nou, dus dat is onze propositie. Wat we niet gaan doen is dus naar retail toe, want dat is echt een hele andere tak van sport. Hoe verhoudt Live Kindly zich tot Unilever? Och, het is zo anders, want het is... De competitor. We zijn eigenlijk helemaal geen competitor. Want uiteindelijk de echte competitiveness hier is de meat-industrie. Uiteindelijk is de vleesindustrie datgene wat we moeten disrupten. Mm. En iedereen die daar een onderdeel van is, of dat nou Nestlé is, of Unilever, of Cargill, ADM, JBS, Impossible of Beyond. Iedereen die een onderdeel is van die beweging, is eigenlijk helpt de beweging. En het goede is dat ook de grote bedrijven dat doen. Die heb je ook nodig om daadwerkelijk te zorgen is om die 1,5 triljoen vleesindustrie, om die daadwerkelijk om te doen. Hey, jouw team is mindblowing, hè?
Is dat, bedoel, is dat zoiets van je zet met de initiatiefnemers een standaard, met de eerste paar mensen die je aansluit, jijzelf en de Roger Lienhart, die is natuurlijk ook niet een kleine jongen, maar daarna rol je een team uit. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, geweldig. Dat is een van de dingen waar we ook heel trots op zijn. Ja. En weet je, dat laat ook zien dat de thesis ook daadwerkelijk werkt. En wat we altijd hebben gezegd is, op het moment dat je een attractieve markt hebt, op het moment dat je een uniek innovatief model hebt. Mm-hmm. En op het moment is dat je daadwerkelijk het juiste talent hebt, then money always flows. Ja. Dus dat is een van de dingen die we hebben gezien. Op het talentgedeelte is dat we echt heel duidelijk zien, is dat er een nieuwe gedachte en een fase van toptalent is. En dat eigenlijk de gedachte van toptalent is dat ik wil mijn talent inzetten, zowel op maximaal om te winnen en om performance te leveren en carrière te doen. Maar ik wil dat doen op een manier dat ik een positieve bijdrage lever. En dat zie je eigenlijk in een soort van mijn generatie van mensen die aan de tweede fase van de carrière zijn en zeggen, oké, ik heb nu al deze ervaring, hoe ga ik die nou inzetten? Ja. Een goed voorbeeld daarvan is onze Chief Operating Officer Malik Sadiq, is een Pakistani en woont in Amerika. En die heeft er voor 20 jaar heeft hij voor Tyson gewerkt. En die heeft gezegd, ik weet nu hoe dat en wat dat voelt en hoe ik dat wat er daarmee gebeurt. En dus nu ga ik echt helemaal om en dus een positieve bijdrage leveren. Dus dat is een heel goed voorbeeld daarvan. Maar ook heel veel jong talent. Het is ongelooflijk hoeveel mensen er naar ons toe schrijven en zeggen, ik wil me aansluiten. En dus als je helemaal in het begin waren alleen Roger en ik samen. En dit is eigenlijk het moment toen de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de eerste 10 die eigenlijk van hele goede banen kwamen, die zeiden, we willen hier een onderdeel van zijn. Dat was heel spannend. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk het moment waarop je ziet of je wel of niet dat team kan bouwen. Nou, wat wij hebben gedaan is iets heel unieks in mijn ogen. We hebben founders, entrepreneurs en global leaders samengebracht. Want doordat we dus die 5 bedrijfjes hebben gekocht, Like Meat in Duitsland, Oomph in Zweden, No Meat in Engeland, Dutch Wheatburger in Nederland en Fry's in Zuid-Afrika, krijg je daarmee degene die bedrijfjes hebben opgericht, zowel degene die dat bedrijfje hebben helpen groeien, als dus deze global leaders die we hebben kunnen aantrekken, met hele verschillende ervaringen, zowel qua cultuur als qua capability, krijg je een ongelooflijke mooie mix van ervaring. Mm. Nou, die diversiteit van ervaring is iets wat echt uniek is. Want daarmee kregen we zowel ervaring in de plant-based industrie. We hebben al 60 jaar totaal opgetelde ervaring in technologie en in het begrijpen van deze markt, als dat je hebt ervaring in M&A. Onze CFO heeft hele grote deals gedaan toen hij voor 3G of voor Kraft Heinz werkte. Dus je hebt ook M&A ervaring. Maar je hebt ook ervaring hoe dat nou werkt om over de hele wereld in verschillende landen te zitten. Want het is heel anders een markt in Amerika dan in Zuid-Afrika, dan in Duitsland of in Engeland. Dus dat ook dat is iets wat je moet begrijpen hoe je dat kan doen. Nou, dus die ervaringen hebben we allemaal bij elkaar gebracht. Met een talent wat inderdaad heel divers is. 50% van onze mensen zijn vrouwen, 50% zijn mannen, 17 nationaliteiten. Dus zowel onze achtergrond als de kwaliteit van onze mensen, als de founders, entrepreneurs en global leaders die samenkomen, is iets unieks. Mm-hmm. Nou is dat ook niet makkelijk. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. Hoe diverser je team is, hoe moeilijker het is om het altijd in één aligned stap te krijgen. Je wordt er altijd scherper door. Dus het duurt langer, maar uiteindelijk is het beter. En dat is een van de filosofieën van het systeem. Is dat we dus deze founders, entrepreneurs en global leaders daadwerkelijk neerzetten om de leider te kunnen zijn in plantaardige voeding. Hey, tot slot, er is één hele belangrijke groep mensen die ook hoort bij dit concept. Dat is namelijk degene die het allemaal opeten. Dat is zo'n het volk, zeg maar.
maar zeggen. Al die miljarden mensen. Jij leeft in luxe wereld, mogen we rustig zeggen. Hoe hou jij touch base met gewoon, ja, 40% van de wereld heeft niet eens internet, weet je wel. Ja. 70%, weet ik veel, die kan amper een boterham betalen, weet je wel. Hoe hou je dat contact met de vloer, zeg maar? Hoe doe jij dat? Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Uiteindelijk is het zo dat als ik in de markt ben, het allereerste wat ik altijd doe is in alle supermarkten gaan lopen en daar tijd spenderen. Het tweede is om altijd met consumenten te praten en te horen waarom ze dat doen. En als je in Zuid-Afrika aankomt en je luistert naar de consument, dan hoor je wat er echt speelt. Mm. En voor hun, met name daar, zie je vrouwen die met name alleen zijn, er alleen voor staan, die natuurlijk minder geld te besteden hebben. Veel willen dan ook wel gaan, maar die moeten dan die kinderen meekrijgen en het is een groter risico. En dus op het moment dat je daarnaar luistert, dan voel je dat spanningsveld en die keuzes. En dat is altijd heel, heel belangrijk. Ik heb dat eigenlijk altijd in mijn leven gedaan. Toen ik in Zuid-Afrika aankwam, heb ik 2 weken in Soweto geleefd om met een gezin mee te doen. Ik ging altijd in al die landen ging ik altijd mee om in mijn laatste baan, dat was in homecare, met wasmiddelen, om de was samen te doen. Of dat nou met hand is. En dat doen we eigenlijk nu weer. En dat is altijd om met elkaar te gaan koken, te begrijpen hoe en waar die afwegingen zitten. En dat is om altijd connected te blijven met de consument is absoluut cruciaal. Een van de grote issues die we op dit moment nog hebben in de industrie is dat het gewoon plantaardig eten is duurder dan dierlijk eten. We moeten dat oplossen. We moeten ervoor zorgen is dat dit alternatief net zo betaalbaar is en beter is. Ja. Beter is qua smaak, beter is qua nutritionele waarde. Maar het wordt pas echt daadwerkelijk een transformatie als we er eerst op prijs, hetzelfde prijsniveau, maar uiteindelijk moet het goedkoper worden. Het mooie hiervan is, dit kan en gaat ook goedkoper worden. Want als je gaat nadenken over de totale value-keten, dan is het heel logisch dat het goedkoper gaat worden. Want wat je eigenlijk doet, is je haalt een hele inefficiënte fabriek uit de value-chain. En dat is wat ik vaker heb gezegd. You need to cut out the middleman. This time is the chicken. Want wat er gebeurt, is dat er gaat 100% proteïne, soja gaat in de kip. Daar komt maar 18% van proteïne komt eruit. En dus dat is een hele inefficiënte fabriek. Mm-hmm. En dus op het moment dat je 100% van die proteïne in één keer in plantaardige kip maakt, dan is het, als je dat op dezelfde schaal doet, is het heel logisch dat dat uiteindelijk veel goedkoper gaat zijn. Mm-hmm. Dus wij kunnen, en dat is het eindidee, is dat we kunnen 70% van de huidige kosten kunnen we uiteindelijk op uitkomen. Als we op dezelfde schaal als de dierlijke schaal gaat. Nou, als wij 70%, 30% goedkoper en dezelfde nutritionele waarde, of eigenlijk betere nutritionele waarde, met dezelfde of betere smaak, en dat mensen begrijpen dat dat beter is voor de planeet, en dat het zo is dat het beter is voor hun eigen gezondheid, en dat je die dieren ook nog eens een keer niet hoeft te doden. Nou, wat is er mooier dan dit? En dus dat dit gaat gebeuren is zeker. En wij willen daar graag een onderdeel van zijn. Je gaat nu naar Amerika toe. Na dit interview, wat ga je doen? Ik ga naar Popeyes. Popeyes bestaat 50 jaar. En Popeyes is hetzelfde als KFC, maar dan in Amerika. Dat is 50 jaar geleden, is in Louisiana begonnen. Dat is een onderdeel van RBI. Daar is ook Burger King een onderdeel van. We zijn druk bezig met Popeyes en met Burger King om daar onze merken en producten te verkopen. We zijn net begonnen met Popeyes in Engeland met de Red Bean Burger. Dat is het eerste wat ik in Amerika ga doen. Het tweede is, we zijn bezig met de volgende acquisitie in Amerika. We hebben een enorme goede start met Like Meat en Like Wings introductie zelf in Amerika. Mm-hmm. Die we nu tijdens de Super Bowl hebben geïntroduceerd. Maar we zijn ook bezig om niet alleen maar organisch, maar ook via acquisitie in Amerika een positie te krijgen. En dus dat is het tweede wat ik ga doen.
En dus hopelijk en snel nieuw nieuws om dat in ons portfolio in Amerika toe te voeren. Succes man, dank voor je verhaal. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar deze video. Of als je geluisterd hebt, dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Voor meer video's als je op YouTube zit, blijven hangen over een paar seconden. Twee nieuwe. Dankjewel. Hoi. Thank you.